Jari Knaapjes, vertel, hoe heb je de wedstrijd tegen de landskampioen beleefd? Vooraf voor dit resultaat hadden we zeker getekend. We hadden met veel verwachtingen aan deze wedstrijd begonnen. In het begin was het een beetje zoeken van hoe dat we gingen spelen, maar uiteraard nadien begon het wel te lopen. En dan hebben we een paar keer chance gehad dat ze op de paal shotten nog op de lat, maar dan proberen zelf op de counter eruit te komen. En dat is dan meteen gelukt, waardoor we de 1-1 ook vrij snel maakten nadat ze de 0-1 hadden gemaakt. Nadien overeersten ze uiteraard, maar we hebben geprobeerd om alles goed vast te zetten. En daar zijn we goed in geslaagd, denk ik. Tot 2 minuten voor het einde van de eerste helft, spijtig genoeg, want dan vielen er 3 goals. Hè. Dat was iets minder, denk ik. Ja, inderdaad, dat was balen. Als we tot de rust 1-1 konden houden, nu hadden we uiteraard ook een goed gevoel, maar dan gingen we toch met een goed gevoel de kleedkamer in. En het is natuurlijk een spijtige zaak, maar ja. Hallegooike, je hebt de landskampioen zenuwachtig gekregen. Dat is er weinig gegeven. Ja, het is uiteraard de mooie affiche dat we tegen de landskampioen hebben mogen spelen. En zoals ik daarnet al zei, vooraf hadden we hier zeker voor getekend. En het is een eer om daar ook tegen te mogen voetballen. En voor een vol huizen? Uiteraard, de supporters die maken het altijd plezant. We hebben al enkele keren een volle bus meegenomen op verplaatsing. Nu hier weer een vol huis. Dat maakt dat het voetbal hier bij ons leeft.